FC Groningen was deze week weer terug op het vertrouwde trainingsveld naast Euroborg. Ondanks dat het niet meer vroor, waren de weersomstandigheden verre van prettig. Zo werd het trainingscomplex geteisterd door een fikse storm. We kunnen ons betere trainingsomstandigheden voorstellen. De vraag is of het zaterdag tegen AZ ook gaat stormen. Nou ja, qua weer weet ik het niet. Maar het is natuurlijk een lastige wedstrijd. AZ is uitstekend begonnen na de winter met 3 overwinningen. Wij zijn niet zo goed begonnen. Maar ja, desondanks moet je altijd vertrouwen blijven houden in een goed resultaat. Ik denk dat voor de winterstop hebben clubs laten zien dat je bij AZ ook kan winnen. Dan moet het ons ook kunnen lukken. Ja, Kees Kwakman, wederom een enorme domper. Vertel het zelf maar. Ja, dat was maar één ploeg die vandaag verdiende om te winnen. En dat waren wij, denk ik. Als aanvoerder van FC Groningen wordt Kwakman direct na een wedstrijd geïnterviewd voor de camera van Eredivisie Live. Nog vol adrenaline staan hij de betreffende verslaggever te woord. Zo ook afgelopen zondag na het met 2-1 verloren duel tegen NEC. Nu leek het echt alsof wij NEC helemaal weg hadden gespeeld. Maar ik ben het er nog wel mee eens dat wij gewoon beter waren hoor, en meer kans hebben gehad. Maar ja, goed dan. En het is ook lastig. Je doet het eigenlijk nooit goed. Als je positief bent, dan hoor ik dan daarna dat ze weer de Eredivisie Live zeiden. Die Kwakman is wel heel snel tevreden. Terwijl, ja, natuurlijk weten wij ook dat het beter moet. Maar je wil niet elke keer negatief overkomen. En zeker als je ook best wel vaak verliest, moet je ook wel eens een ander verhaaltje vertellen. En dan kan je niet elke keer negatief zijn. Je speelt eigenlijk veel beter, je krijgt de kansen, maar je wint hem niet. Ja. Maar goed, dat heeft NEC vorige week gehad en wij hebben het nu. Misschien winnen wij volgende week onverdiend. Daarin probeer ik ook een beetje een middenweg te vinden, maar ja, het is niet altijd makkelijk. Wel beschouwd kun je stellen dat FC Groningen zichzelf tekort deed tegen NEC. En dat is iets wat vaker gebeurt dit seizoen. Wij hebben ook best wel veel wedstrijden verloren die we eigenlijk niet zo goed hadden kunnen winnen. Kijk maar naar de winter, de 2 wedstrijden. We hadden dus eigenlijk niet hoeven te verliezen. We zijn 2 keer absoluut niet minder geweest dan de tegenstander. En ja, het is lastig dat je dan geen punt haalt. Zeker tegen NEC gezien de tweede helft, waarin je veel kansen creëert en best aardig speelt. Dan is dat gewoon teleurstellend. Door de nederlagen van de afgelopen 2 weken is het vertrouwen op een goede afloop tegen AZ bij sommige mensen laag. De spelers zien het anders. Iedereen heeft zijn eigen mening natuurlijk. En AZ uit is altijd lastig, wat ik al zei. Maar ja, iedereen heeft kans daar. Want volgens mij, als ik me goed kan herinneren, VVV had daar ook gewonnen volgens mij. En het verwacht ook helemaal niemand. Dus het kan alle kanten op. En we zullen wel zien hoe het gaat eindigen. Kijk, wij zijn ook realistisch en wij weten ook dat het een lastige wedstrijd wordt. En dat die moeilijker is in principe dan de afgelopen 2 wedstrijden die we gehad hebben. Wij presteren uit beter dan thuis dit seizoen. En de wedstrijden die we uit verloren hebben, noem een NEC, een Utrecht, een Heerenveen, hadden we niet eens hoeven te verliezen. We waren daarin echt niet slechter dan de tegenstander. Dat geeft ook wel aan dat we zeker uit ook gewoon kans hebben om te winnen. Het kan dus wel degelijk gaan stormen zaterdag in Alkmaar. AZ uit is nooit makkelijk. Maar we hebben wel een redelijk gevoel overgehouden aan de wedstrijd tegen NEC. Weliswaar verloren, maar de tweede helft was denk ik wel goed van onze kant. Dus daar moeten we gewoon verder mee gaan. We hebben goed getraind de afgelopen dagen. En morgen zullen we de puntjes op de i zetten.